Het is eind jaren 90 als de Hogeschool van Amsterdam besluit om op de kop van de Wibautstraat de Amstel Campus te ontwikkelen. Door de clustering van faculteiten en faciliteiten wil de HVA multidisciplinair onderwijs en onderzoek stimuleren. Het moet een plek worden van waaruit de HVA nadrukkelijker kan samenwerken met de stad en regio Amsterdam. De Wibautstraat, lang de lelijkste straat van Amsterdam genoemd, is meerdere keren ingrijpend veranderd. Ooit lag op wat nu het Rijnspoorplein is, het Weesperpoortstation met tram en treinverbindingen richting Utrecht en het Gooi. In 1939 werd het Amstelstation aan de andere kant van de Wibautstraat geopend en het Weesperpoortstation gesloopt. Het plan van de gemeente om van de Wibautstraat een stadstraat met bijzonder grote afmetingen te maken, moet de kast in als de Tweede Wereldoorlog uitbreekt. Ook de naoorlogse plannen rond 1950 om van de Wibautstraat een groene straat te maken, redden het niet. De plannen worden aangepast aan de wensen van de moderne tijd. De straat moet een belangrijke verkeersader worden, een grootstedelijke boulevard. Amsterdam moet met zijn tijd mee en heeft metropolitaanse allure nodig. Deze aanpak heeft het gewenste resultaat en bedrijven vestigen zich aan de Wibautstraat. In de binnenstad gevestigde kranten, zoals de Volkskrant, het Parool en later ook Trouw en het Financieel Dagblad, vinden er een nieuwe plek. En bij de entree krijgen organisaties zoals de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank ook een plek. Deze publieke organisaties verlaten in de jaren 90 en 2000, wegens ruimtegebrek, de Wibautstraat en laten hun gebouwen leeg achter. De HVA ziet de kans schoon om hier de Amstel Campus te ontwikkelen. Mauritskade 11, gebouwd in 1933, was ooit het hoofdkantoor van de naastgelegen en later gesloopte Amstelbrouwerij. Het pand huisvest sinds de renovatie de modeopleiding van de faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie. Dit rijksmonument, het Koetsier Montagnehuis, is vernoemd naar Charles Montagne en Hendrik Koetsier, beide grondleggers van de modeopleidingen. Op de hoek van de Wibautstraat en Mauritskade staat het in 1940 door architect Blauw naar Amsterdamse school ontworpen gebouw waar jarenlang de Raad van de Arbeid gevestigd was. Later vestigde er zich enkele jaren de Sociale Verzekeringsbank. Maar toen ook zij vertrokken, renoveerde de HVA het gemeentelijk monumentale pand en maakte het gereed voor modern onderwijs. De faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie nam zijn intrek en het werd omgedoopt in het Benno Premsela Huis. Benno Premsela was een Amsterdamse vormgever en binnenhuisarchitect die een belangrijke rol speelde in de Nederlandse kunstwereld van na de oorlog en in homo-emancipatie. Schuin tegenover het Benno Premsela Huis staat een ander markant en rijksmonumentaal gebouw. Opgeleverd in 1958 was dit het gebouw waar jarenlang de Centrale Belastingdienst zetelde tot het werd overgenomen en onderhanden werd genomen door de HVA. Het ontwerp van Rijksbouwmeester Friedhof in de stijl van de Delftse school is behouden toen het gebouw werd gerenoveerd tot een modern onderwijspand. Tegenwoordig biedt het onderdak aan de faculteit Onderwijs en Opvoeding en draagt het de passende naam Koonstamhuis naar Philip Abraham Koonstam, grondlegger van de wetenschappelijke pedagogiek en didactiek in Nederland. Haaks op het Koonstamhuis wordt in de jaren 70 een aanvulling gebouwd dat dienst doet als archief van de Centrale Belastingdienst. Bij de renovatie zijn verschillende verbindingsgangen tussen beide gebouwen gesloopt en er is één etage verbonden gebleven. Zo werd er een doorgang gecreëerd naar het achtergelegen Koonstamhof, bereikbaar en zichtbaar voor de buitenwereld. Het voormalig archiefgebouw wordt Theo Thijsenhuis gedoopt, naar de Amsterdamse schrijver, onderwijzer en socialistische politicus Theodorus Johannes Thijssen. De faculteit Onderwijs en Opvoeding deelt dit gebouw met de faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie en de faculteit Techniek. Het oude Wibauthuis uit 1968, waarover veel Amsterdammers een scherpe mening hadden en waarin jarenlang gemeentelijke diensten gevestigd waren, was door haar ontwerp niet aan te passen naar de eisen voor hedendaags onderwijs en onderzoek.
Het wordt in 2007 gesloopt. In 2013 wordt op een deel van de vrijgekomen grond het Müller-Lülofs-huis gebouwd, waarbinnen de faculteit Maatschappij en Recht in navolging van de oprichter van de eerste school voor maatschappelijk werk, Marie Müller-Lülofs, studenten worden opgeleid voor maatschappelijk werk. In 2015 wordt het nieuwe Wibouthuis opgeleverd. Het enige gebouw overigens van de Amstel Campus dat zijn originele naam behoudt. En een toepasselijke naam, aangezien Floor Wibout, bekend als wethouder met grote impact op de stad en verbetering van de sociale omstandigheden, goed past bij de faculteiten Business en Economie en Maatschappij en Recht die werken aan gelijke kansen en een rechtvaardige economie. De Amstel Campus nadert zijn afronding. Er staat echter nog één gebouw op de planning. Naast het Theo Thijssenhuis wordt tussen 2019 en 2022 het Jacoba Mulderhuis neergezet met een schitterend atrium met uitwaaierende balkons. Naamgeefster Jacoba Mulder was architect en een van de Amsterdamse stedenbouwers van het eerste uur, met grote invloed op de leefkwaliteit van de stad van vandaag. Net als Jacoba Mulder geven de creatieve technische studenten van de HVA vorm aan de leefwereld van de toekomst. De ligging en inrichting van het Rijnspoorplein spiegelt met het Benno Premselahuis aan de overzijde. Hierdoor krijgt de Wibautstraat eindelijk de monumentale toegangspoort waarin het bestemmingsplan uit 1949 al sprake van was. Zo is een waardevol stukje aan de stad Amsterdam toegevoegd. De kop van de Wibautstraat heeft een nieuw gezicht gekregen en een maatschappelijke relevante functie. De gebouwen en pleinen op de Amstel Campus zijn voor iedereen toegankelijk en de studenten laten dit deel van de stad bruisen. De komende jaren blijft de HVA onderwijs en onderzoek verder vormgeven, samen met de gemeente en partners in de stad, om interdisciplinair samen te werken aan grootstedelijke opgaven. Niet alleen op de Amstel Campus, maar ook op de Business Campus en de Gezondheidscampus in Amsterdam Zuidoost, de Sportcampus in Nieuw-West en tal van andere plekken in de stad. Met huisvesting die faciliteert voor het onderwijs en onderzoek van de toekomst. Passend bij de uitdagingen en eisen van deze tijd. Gebaseerd op haar drie pijlers: duurzaamheid, digitalisering en diversiteit en inclusie. Creating Tomorrow.